Hey, welkom bij de masterclass Sell Your Goat. Superleuk dat jullie erbij zijn. We gaan gewoon lekker beginnen, want uh, het, is, uh, het is donderdagavond en uh, we hebben vast dan een uh, lekkere dag achter de rug. Voor mensen die niet uh, alle video's bekeken hebben, de replays van de afgelopen... Niet de afgelopen week, maar de week ervoor. Heb ik een kleine recap van wat we tot dusver behandeld hebben. Uh, op de eerste dag hebben we het gehad over sales. En daar heb ik verteld dat sales eigenlijk service is. En uh, ja, de vraag is natuurlijk van waarom doe je eigenlijk sales? Wat is daar nou eigenlijk nuttig aan? Um, ja, um, als je geen sales doet, dan heb je eigenlijk uh, een hobby. Dan uh, verdien je natuurlijk ook uh, geen geld met je business. En uh, ik vergelijk het altijd met een winkel. Je moet eigenlijk uh, ja, uh, je winkel ook open doen. En je moet uh, um, je aanbod uh, in de etalage zetten. En dan vervolgens in je winkel gaan staan en je klanten ontvangen. En daadwerkelijk met je klanten ook gaan connecten. En dan doe je eigenlijk al sales. Um, en voor sommige mensen is dat best wel een dingetje. Die, die hebben daar toch wel, best wel een hekel aan. Um, en ja, misschien wil je in de chat vertellen wat, wat jij over sales voelt. Wat je eigenlijk um, voor een associatie met sales hebt. Vind je het, een, vind je het iets leuks? Of uh, zie je er eigenlijk heel erg tegen op om het te moeten doen? Daar ben ik wel even nieuwsgierig naar. Ik weet niet of iemand daarop wil reageren. Even kijken hoor. Ah, Kathleen zegt ik begin het leuk te vinden. Goed nieuws. Ja, dat is natuurlijk. Uh, het is altijd eventjes. Het is eigenlijk een beetje een mindset dingetje. Je moet gewoon. Um, ja, zoals ik dat altijd zeg. Je moet eigenlijk het verhaal erover veranderen. En doordat je het verhaal erover verandert. Um, ja, verandert ook jouw, jouw hele energie daar rondomheen. En dat maakt het gewoon zoveel makkelijker om, uh, om het te doen. En ik heb altijd met alle dingen waar ik een beetje tegen opzie, administratie bijvoorbeeld ook, dat is niet mijn lievelingsding. Maar ik maak het gewoon leuk door lekker muziekje op te zetten, na te denken over van hé, hey, wat kan ik allemaal met dat geld doen wat ik hier verdien en hoe leuk is het dat ik überhaupt administratie mag doen? Want dat betekent ook dat ik klanten heb, dat betekent ook dat er geld binnenkomt. Geld, dat is niet geld, maar dat zijn bedankbriefjes. Um, nou, hoe leuk is het om bedankbriefjes te krijgen... en ook weer bedankbriefjes aan anderen te mogen geven. En als je het op die manier gaat labelen... dus gewoon een ander verhaal eraan maken... en dat kan je zelf bepalen... dan, uh, dan wordt het gewoon leuker. En uh, ja, volgens mij... als je het meer als een spel ziet... meer als een soort van... Um, um, ja, een soort van experiment... van hé, hey, nou, hoe voel ik me erbij? En gewoon elke keer een beetje veranderen... een beetje kijken van hé... Hey, wat past bij mij, wat vind ik leuk, dan wordt het gewoon leuker. En um, nou, de uitdaging op dag één was: uh, wat heb je nu al in huis om te verkopen? Ik geloof heel erg in dat je Um, gaat kijken naar van wat is er allemaal al wel in plaats van wat er allemaal niet is. Um, ik denk dat als het gaat ook over uh, positieve energie, dan is het eigenlijk stiekem zo dat je gewoon al best wel veel je in huis hebt. En als je daar lekker dankbaar voor bent, dan, um, dan um, zal je ook gewoon um, zal je daar ook prettiger bij voelen. Ik moet even kijken of jullie horen mij nog wel of niet, want ik zie dat mijn microfoon iets geks aan het doen is. Um, Laat even weten of je me nog kan horen. Um... Ja hoor. Ja goed, fijn, super, super. Um, ja, dus gewoon um, sales als een experiment zien, dat gaat het hele verschil maken. En ook sales als service zien, dat helpt ook. Dat je gewoon, ja, je bent mensen aan het helpen. En wat is nou leuker dan mensen helpen en dat ze je daar ook nog dankbaar voor zijn. Um, dag twee hebben we het gehad over fit Client. En fit Client, dat is uh, ja, je ideale klant, je droomklant. Diegene met wie jij het liefst wil werken. En dat is... Um, ja, het is gewoon heel lekker om goed te weten wie dat is. En stiekem lijkt diegene vaak best wel een beetje op jou. En... Um, Wordt het wel makkelijker van om ook die juiste mensen te vinden. Want als je jezelf dus een beetje kent, kan je dus ook goed inleven in jouw ideale klant. En vaak is het goud wat we zeg maar delen, het ding wat we, wat we aan de wereld willen geven, dat heeft veel met onszelf te maken. Het is iets wat we uit onze eigen ervaring hebben geleerd en wat we dan door willen geven aan anderen. Bijvoorbeeld als we een coach zijn op een bepaald vlak. Maar bijvoorbeeld ook met, ja, het kan ook met producten zijn. Het is vaak, je verkoopt meestal ook iets wat je zelf ook leuk vindt, of waar je zelf ook blij van wordt. Dus dan is het ook veel makkelijker om het ook aan iemand anders te verkopen. Want dan weet jij al van, nou, hier en hierom vind ik het leuk. Dus de kans dat iemand anders het daarom leuk vindt, is best wel groot. Um, ja. Handig is om te ontdekken welke eigenschappen heeft jouw ideale klant en welke eigenschappen heb jij en wat komt daarin overeen. Want hoe meer dat overeenkomt, hoe makkelijker je ook met elkaar kan connecten. Want het helpt altijd als je een beetje ja, um, raakvlakken hebt. Dus zoek naar die raakvlakken. Dus kijk ook weer wat is er al wel En niet naar van hey, wat, wat, waarin lijken we allemaal helemaal niet op elkaar, want dat is veel moeilijker um, communiceren. En dat moet je ook veel, veel meer moeite doen. Mijn strategie met het doen van een aanbod aan een klant is ook altijd graag of niet. Dus als iemand twijfelt of als je het gevoel hebt dat je iemand moet gaan overhalen om het te kopen en dat je honderd argumenten moet noemen waarom iemand het moet nemen, dan denk ik altijd graag of niet. Dus of je wil het of je wil het niet. Als je het niet wil, is helemaal prima. Um, want dat kan betekenen dat je het niet nu wil. Dat kan betekenen dat je het, um, dat je het niet van mij wil hebben. Dat je het, weet je, er kunnen heel veel redenen zijn waarom, je, waarom je iemand nee zegt. En dat hoeft niet iets persoonlijks te zijn. En dus moet je dat ook niet persoonlijk nemen. En door dat op die manier te gaan zien, wordt het gewoon veel relaxter allemaal. En kan je dus gewoon een aanbod doen zonder dat je bezig bent met van, oh, uh, als diegene nou nee zegt, dan ben ik slecht bezig, of dan heb ik uh, een verkeerd aanbod, of dan ben ik niet leuk genoeg. Dat heeft er he meestal heel weinig mee te maken. En, um, en door alleen te werken met mensen die graag willen, um, ga je ook een veel fijnere energie met elkaar hebben dan dat je iemand hebt lopen overhalen... en die gaat dan, dan toch maar meedoen... omdat je hele vette korting hebt gegeven. En die, ja, die is gewoon niet zo gemotiveerd om met je te werken. En eigenlijk moet je dat niet willen. Dus, uh, dus nooit vanuit schaarste denken van... oh, ik moet toch wel echt nu iemand hebben... want dan ga ik het toch maar doen. Uiteindelijk baat je jezelf er eigenlijk altijd mee, uh, mee in, uh, in de vingers. En dat, dat, dat moet je niet willen... Um, wat wel slim is, is ook om te kijken naar de mensen die je al wel zijn. Mensen die al in je omgeving zich, uh, zich bevinden. Mensen die al heel positief op je reageren. Misschien mensen die al eerder klant bij je zijn geweest. Um, wat zou je die mensen nog meer kunnen bieden? Dat is een heel makkelijk opstapje om uh, ja, verder met diegene te werken. Want als die al leuk is en het is al je ideale klant. Hoe leuk zou het zijn als je nog meer met elkaar kan doen en als je nog meer voor elkaar kan betekenen? Kortom, daar, daar is veel kans. En ja, je moet je niet laten liggen die kansen. Want die zijn, het is ook wat ik dan noem laaghangend fruit. Het is fruit waar je makkelijk bij kan. En dan, moet je, dan hoef je lekker niet te leuren, hoef je niet moeilijk te doen. Je hoeft niemand niet te overtuigen, want die weet al... oh, dat is een tof iemand, daar werk ik graag mee. Het enige is dat je moet kijken van nou, wat kan je er nog meer uithalen? Als het gaat om je business is het ook super belangrijk om je non-negotiables scherp te stellen en dat zijn eigenlijk je grenzen in hoe je wil werken en ook met wie je wil werken. Um, en wat, wat daarin je regels zijn, zeg maar voor bijvoorbeeld, um, ja, als je een aanbod gaat doen aan een, aan een klant, um, wat zijn dan de grenzen van het aanbod? Uh, hoe lang heeft iemand er uh, recht op? Um, wat zijn de voorwaarden? Um, hoe, hoe wil jij werken? Ik heb bijvoorbeeld een vrij strenge regel dat ik um, mijn klanten kunnen mij niet bellen. En sommige klanten vinden dat misschien heel stom dat ze mij niet kunnen bellen. Maar um, ja, ze kunnen mij een appje sturen en dan kunnen we een belafspraak maken. En dan kunnen we bellen. Maar je kan mij niet spontaan bellen. En um, ja, dat is hoe ik wil werken. En als iemand dat dus niet wil stom vindt, nou dan moet je misschien zeggen: van nou ga ik met iemand werken die ik wel elk moment van de dag kan bellen. Um, ja, daarmee. Maak je ook wel duidelijk van hé, hey, nou dit is hoe het gaat. En doordat als jij dat heel helder hebt, dan is het voor je klant ook heel fijn. Want die weet precies waar die aan toe is. Ook wat krijg je voor de prijs? Um, nou, alle dingetjes die, uh, die je vast kan leggen um, voor jezelf om het makkelijker te maken, om het helderder te maken, die moet je altijd proberen um, te doen. Uh, ja. En dat is ook een kwestie van oefenen en soms voelt dat als niet leuk, maar je merkt als je dat goed gedaan hebt, dan werkt het veel lekkerder, want dan hoef je daar in ieder geval niet meer over te steggelen. Op dag drie hebben we het gehad over klanten bereiken. Waar, waar vind je nou jouw klant? Um, waar, 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 is die? Waar, waar loopt die rond en is dat, kan je die via social media bereiken? Um, moet je er, ga, ga je naar een netwerkbijeenkomst? Waar, waar is diegene? En um, ja, als je dat goed weet, dan kan je het natuurlijk makkelijker vinden. En denk daarbij ook bij, wat, wat, wat is jouw lage aan fruit? Dus wie... Wie hangt er al om je heen? Wie is er al enthousiast? Wie reageert altijd op je berichtjes? Wie stuurt altijd mailtjes naar je? Wie liked al je posts? Um, dat zijn vaak mensen die al best wel wat interesse in je hebben en die dus veel grotere kans heb, hebben om jouw klant te worden. En uh, ja, maak het jezelf daar makkelijk en geef die persoon ook aandacht, want die persoon geeft ook aandacht aan jou. Dus dat is leuk om dat ook terug te geven. Um, en hoe bereik je je klant? Dus wat wil je eigenlijk? Um, hoe wil je je sales doen? Um, ga je, als je een aanbod doet aan een potentiële klant, ga je diegene dan het liefst bellen? Of ga je die persoon um, via social media bereiken? Of vind je het fijn om privéberichtjes te, uh, te sturen? En als je nou deze manier van jouw ideale benadering. Wil bedenken, dan is het slim om te kijken naar hoe word jij zelf het liefst benaderd. Dus wat vind jij fijn? Vind jij het fijn als iemand die jou iets wil verkopen jou belt? Of vind je het fijner om gewoon een nieuwsbrief te krijgen en dat je gewoon lekker op je gemak kan nalezen? Of vind je het fijn als iemand jou rechtstreeks een bericht stuurt van: hé, hey, ik heb nu iets leuks voor jou. En als je um, nu reageert, dan krijg je vet veel korting. Ben je daar gevoelig voor of niet? Als je daar zelf helemaal niks mee kan en ook niet gevoelig voor bent, dan is de kans dat je dat bij iemand anders op een positieve manier kan doen misschien wel kleiner. Dus kijk voor jezelf van nou, wat vind jij zelf prettig? Um, en ga daar dan meer van doen. En gewoon uitproberen van of jouw klanten dat ook prettig vinden. En uh, als je het niet weet, kun je het ook altijd vragen. Want mensen vinden het leuk om daar ook antwoord op te geven. Van ja, weet je, ga mij maar niet bellen. Want uh, dat vind ik niet fijn. Want dan voel ik dat ik veel te veel onder druk gezet word. En iemand anders vindt het juist heel fijn om te bellen. Want dan kunnen ze lekker uitgebreid vragen stellen. En dan kan je elkaar goed leren kennen. Dus dat kan ook een heel, juist een hele prettige methode zijn. Ook afhankelijk natuurlijk van het, uh, de, de prijs van het aanbod dat je doet. Als je een heel laag geprijsd aanbod doet... zou ik niet met al je klanten... Een, een cool doen van twee uur. Want dat is natuurlijk een beetje ja, een, beetje een uh, omslachtige manier... om een klein product te verkopen. Maar als je een één-op-één uh, ja, een, uh, een -een coaching traject verkoopt... dan kan het natuurlijk best wel nuttig zijn... om wel uh, even wat meer tijd en aandacht te besteden. Ook omdat je dan veel beter kan kijken van of iemand ook bij jou past. Dus nou, dat is dan de tip voor... Uh, ja, uh, jouw ideale klant vinden en die dan ook daadwerkelijk bereiken. En dan hebben we natuurlijk uh, dag vier, hadden we het gehad over money mindset. Wat is nou eigenlijk jouw verhaal over geld? Um, heb je van huis uit meegekregen dat het heel erg uh, um, stom is geld? Heb je van huis uit meegekregen dat alle rijke mensen egoïstisch en asociaal zijn? Of heb je van huis uit meegekregen dat geld er altijd is en dat er overvloed is? En dat je helemaal nooit geen zorgen over geld moet maken. Nou, wat je meegekregen hebt, dat is super relevant voor hoe je nu in het leven staat ten opzichte van geld. En uh, wat belangrijk daarbij is, is om te achterhalen, is dat verhaal wat jij over geld hebt, is dat wel van jou? Of is dat misschien van iemand uit je omgeving, van je ouders of van je uh, opvoeders of van iemand in je omgeving waar jij door geïnspireerd of beïnvloed bent? En ik ben wel benieuwd. Misschien wil iemand daar iets over delen in de chat. Uh, wat jouw geldverhaal is, in het kort. Daar ben ik wel nieuwsgierig naar. Ik zat een beetje met die muis te dingen, zo, want dan kan ik die. Altijd zuinig zijn, zegt Kathleen. Ja, ja, dat is, uh, dat is er zo eentje. Hè? Dat je dan uh, maar niet te veel uit moet geven, want stel je voor dat het op is. En uh, ik heb ook al bijvoorbeeld meegekregen: van uh, ja, uh, het geld groeit me niet op de rug. Um, ja, en je, ja, als je altijd zuinig bent, ga je ook. Van die klanten vinden, ja, die lijken dan op jou. Hè? Als je denkt dat je zuinig moet zijn, dan denken jouw klanten ook van, ja, on, moet ik dat er wel aan uitgeven? Um, dus ja, als jij dat zelf niet verandert, dan is de kans dat mensen jou gaan betalen wat je graag zou willen, is ook kleiner. En um, een van de lastige dingen met geld is dat je, um, zeker als je een negatieve geldovertuiging hebt, heel waarschijnlijk heb je dan ook het idee. Dat um, jouw zelf, jouw eigen waarde afhangt van geld. Dus oh, hoeveel mensen jou willen betalen, zoveel ben je waard. En um, ja, dat is een van de eerste dingen die je eigenlijk los moet gaan koppelen. Omdat het is echt heel ongezond om te denken van. Uh, dat wat je, mensen jou betalen, dat je dat waard bent. Dat, dat moet je in positieve zin. Dus als mensen jou een miljoen waard willen betalen, wil dat niet zeggen dat jij een miljoen waard bent. En als mensen jou maar een dubbeltje willen betalen, dan wil dat niet zeggen dat je maar een dubbeltje waard bent. Eigenlijk is het altijd los van elkaar. Um, Kathleen zegt nog, uh, want ja, mensen met jonge kids zijn vaak aan het verbouwen of aan het bouwen en ze hebben veel andere kosten, dus die kunnen dat niet. Ja, en tegelijkertijd denk ik, ja, als je geld hebt om te verbouwen, dan heb je ook geld om uh, een andere cursus te betalen. Plus, daarbij komt, um, een van de belangrijke dingen is als je sales gaat doen, is ook nadenken over um, wat, wat levert het op. He, wat levert datgene wat jij biedt, jouw goud, zoals ik dat dan noem, jouw gouden aanbod, wat levert dat die ander op? En um, wat als jij een fantastische coach bent die ouders met jonge kinderen helpt om minder stress te hebben? Um, he, dan betekent dat dus dat je hun heel, heel, heel veel energie gaat opleveren. En... Um, ja, dat, is, dat kan best wel eens heel veel geld waard zijn. En eigenlijk is het heel moeilijk om daar een prijskaartje op te zetten. Sorry, ik moest even rusten. Um, heel moeilijk om daar een prijskaartje op te zetten. Um, van wat dat dan oplevert. Hè? Als je minder stress hebt, als, je, als jou, jouw oplossing diegene's leven beïnvloed heeft, wat voor een effect heeft dat dan? En het is een hele interessante oefening voor jezelf om eens na te gaan van. Nou, wat denk eens door wat voor een effect dat dan zou kunnen hebben? Dus stel je voor dat jij. Ouders helpt om minder stress te hebben, maar ze zijn ondertussen met een verbouwing bezig. Nou, stel dat ze minder stress hebben omdat ze bijvoorbeeld um, uh, beter weten hoe dat ze met hun kinderen moeten omgaan, dan. Um, hebben ze minder stress op dat vlak? Dat betekent dat, 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 dat ze dat stukje kunnen loslaten. Dat zij heeft misschien tot effect dat ze een betere nachtrust hebben, waardoor ze ook hun werk beter kunnen doen. Dat betekent dat ze kwalitatief beter werk kunnen verrichten. Dat betekent dan weer dat hun baas veel blijer met hun is. Dat kan dan betekenen dat ze misschien wel salarisverhoging krijgen. Probleem opgelost. <laughs> ik, denk, ik denk nu misschien wel best ver door, maar als je zo. Als je er zo naar gaat kijken, dan weet je niet welk klein dingetje gigantisch veel invloed op jouw ding kan hebben. En um, als jij iets doet met uh, stressvermindering of uh, uh, zorg dat iemand lekkerder in zijn vuil komt, dat heeft op allerlei vlakken, heeft dat effect eigenlijk bijna op elk vlak in je leven kan dat effect hebben. En dus onderschat dat niet. Um, maar communiceer dat ook vooral wel omdat je daarmee ook aan de ander kan laten zien van... ja, het is eigenlijk niet in geld uit te drukken. En dus, um, ja, welke prijs je er ook aan gooit, is het eigenlijk altijd waard. Um, en of iemand anders het dan wil hebben en voelt van... oh, ik voel die urgentie, ik wil dat hebben. Dat is aan die ander. Dat is niet aan jou. Jij hoeft het alleen maar uit te delen. En ik, ik vergelijk het altijd met een soort van schaal met tapas. En je hebt allemaal lekkere tapas gemaakt... En jij hebt gewoon heel lekker gekookt. En jij hebt gewoon al je met met beste intenties heb jij iets iets gecreëerd waarvan jij vindt dit is super lekker. Dit is het beste wat ik kan maken met dat wat ik in mij heb, met de ingrediënten die ik heb, met de kennis die ik heb over tapas maken. Maak ik dit en vervolgens, uh, ja, hou ik hier het schaaltje voor. Deze tapas kost dit, die tapas kost dat. En jij mag zelf kijken, heb ik trek in die tapas? En als je geen trek hebt in die tapas, it's all good, dan ga je lekker bij iemand anders tapas eten. Um, maar dan, dat zegt niks over die, de, 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 jouw intenties, het zegt niks over de smaak van je tapas, het zegt niks over de prijs van je tapas. Het zegt alleen maar iets over dat die ander blijkbaar ergens anders tapas wil eten of geen trek heeft in tapas. En uh, ja, dan heb jij in ieder geval je best gedaan om tapas uit te delen. En dat is een beetje hoe je het meer moet gaan zien. Het resultaat van, van de verkoop, het ja of nee, is eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat erom dat jij met de beste intenties doet. En hoe beter jouw intenties zijn, hoe, hoe meer vertrouwen jij hebt in dat jouw tappas gewoon lekker zijn. En hoe meer je dat weet uit te stralen, hoe makkelijker het is voor die ander om ook te geloven: ja, het zijn echt lekker. Dus. Um, ja, daar moet je vooral heel veel aandacht aan besteden. Dat jij het gewoon met liefde geeft en dat je gewoon goed voelt. Van ja, dit is gewoon heel, dit is gewoon het beste wat ik te bieden heb. Dit is gewoon mijn goud. En uh, ja, mensen gaan vanzelf ontdekken van... dat is inderdaad waar. Oh, my god, is, dit, had ik dit maar eerder geweten. Nou ja, en dan word je een soort van. Uh, uh, ja, dat gaat als een soort van, van, van uh, roller. Ja, hoe zeg je dat? Een soort van olievlek gaat dat zeg maar uh, steeds, steeds verder. Um, ja, dus dat is, dat is een kwestie van tijd en een kwestie van aandacht en energie. Ehm um, Ja, wat dus belangrijk is, is dus als je negatieve geldovertuiging hebt, probeer te kijken of je die in een positieve geldovertuiging kan kan veranderen. Dus op het moment dat jij zegt van, nou, weet je, geld is slecht, ga eens bedenken waarom zou geld eigenlijk goed kunnen zijn. Wat is er eigenlijk goed aan geld? Wat zou je eigenlijk kunnen doen als je heel veel geld zou hebben? Wat zou dat kunnen betekenen voor mezelf, voor mijn kinderen, voor mijn omgeving, voor de wereld? Um, en dan Kom je op dingen waarvan je denkt van, oh, maar dat is eigenlijk dat is veel groter dan mijzelf. En dan wordt het ook veel makkelijker om geld te vragen, omdat je weet, ik doe het niet alleen maar voor mezelf, ik doe het ook voor, voor andere dingen. En um, dat helpt om, om makkelijker ook geld te kunnen vragen voor de dingen die je doet. Um, dus bedenk dat hogere doel waar het voor is. En dat, dat, dat mag ook gewoon zijn dat je er zelf heel gelukkig van wordt. Hè? Want als jij heel gelukkig bent en dat uitstraalt naar andere mensen. dan kan, kunnen die daar misschien ook een stukje van meepakken. en daardoor geïnspireerd worden en ook meer energie krijgen. En dan kan het ook een olievlek-effect he hebben. Maar dan op een positieve manier. Ik zeg olievlek, maar dat wil ik helemaal niet zeggen. Want olie, olie mag niet. Uh... <laughs> uh, uh, hoe heet het? Een ripple-effect. Ja, dat wil ik zeggen. Um... Ja, en um, wat belangrijk is als het gaat over de money, is natuurlijk ook dat je bedenkt van wat wil je eigenlijk omzetten? Hoeveel geld zou je nou eigenlijk willen verdienen? Niet, niet zozeer hoeveel heb je nou nodig, maar vooral wat zou je willen? Want nodig hebben, ja, tuurlijk moet je verdienen wat je moet verdienen. Het is dus belangrijk dat je gewoon een bepaald bedrag per maand krijgt om je kosten te kunnen dekken. Maar probeer ook eens verder te kijken dan dat. Uh, probeer eens te kijken naar van wat kan je nog veer, verder allemaal? Wat zou je nog willen? Want als jij weet dat je sales doet... ook omdat je bijvoorbeeld een hele mooie reis wil maken met je familie... of omdat je uh, je huis wil verbouwen... en een extra leuke slaapkamer voor je, voor je kinderen wil creëren... of omdat je een hele mooie studie wil, nog wil doen... die je eigenlijk altijd al hebt willen doen... of weet ik veel wat, wat je zou kunnen willen... Um, of dat je iets moois wil, een mooi sociaal doel wil opzetten. Op het moment dat je dat ook in je omzet en in dat wat je wil verdienen meeneemt, dan is het ook weer veel meer vragen vanuit een heel ander doel. En dus dat maakt het ook makkelijker om te verkopen. En wat belangrijk is, is om te weten hoeveel klanten heb je nou eigenlijk nodig om dan dat. Ook te verdienen. Dus ga bij jezelf eens na, van nou, ik heb nu dit product, dit aanbod wil ik nou gaan verkopen. Hoeveel heb, voor hoeveel zet ik dat nu neer? Hoeveel mensen heb ik dan nodig om dat bedrag te krijgen? En ja, dan schrik je soms wel, als je een laag geprijsd product hebt, hoeveel klanten je dan nodig hebt. En dat betekent dus dat je dan bij jezelf na moet gaan, van is dat haalbaar? Wat voor soort sales moet ik dan doen om ook daadwerkelijk dat getal te kunnen krijgen? Of moet ik misschien mijn product aanpassen, of duurder maken, of misschien op een andere manier doen, waardoor het wel haalbaar wordt. Als jij allemaal één op één klanten helpt voor, voor 30 euro per uur, ja, dan is het heel snel klaar natuurlijk. Hè? Tenzij je maar 100 euro per, per maand nodig hebt. Maar um, ja, je, het is dus wel belangrijk dat je, daar, dat je dat gewoon eens goed berekent. En hoe helder je dat hebt hoe uh, makkelijker het ook wordt om te snappen van oké okay, dit is wat ik ervoor moet doen en op het moment dat je dus met jezelf afspreekt van nou oké okay, hier en hierom wil ik dat geld eigenlijk verdienen hier en hierom wil ik dit goud delen want ik vind het belangrijk dat, dat veel mensen geholpen worden en ik vind het belangrijk dat ik die hogere doelen kan bereiken dan voelt het ook heel anders en dan weet je ook van oké okay, nou ik moet deze maand eigenlijk nog wel een paar mensen benaderen wie zou ik eens kunnen benaderen? En dan ga je dus naar je laaggangend fruit kijken, de mensen die het makkelijkste benaderen zijn, en zo ga je dan aan de slag daarmee. En als je dan als een experiment ziet, jezelf ook gewoon credits geeft voor elke moeite die je doet, elke dag gewoon een poging doet, elke dag een kleine actie doet in die richting, zul je zien dat je op, op, op een uh, paar maanden tijd ongelofelijke resultaten gaat bereiken. Je gaat gewoon hier veel beter in worden. Je gaat het veel leuker vinden. Je gaat de resultaten zien. Misschien niet alle minuut, maar dat maakt niet uit. Want dat is ook een van de dingen. Vier alles. En um, wat, uh, wat dus leuk is om nu te kijken, als het goed is hebben jullie al um, ja, de afgelopen periode er hier iets mee geoefend. Um, dan <kacht> heb je misschien ook wel Gekeken naar die statistieken. Dat zou ik in ieder geval zeker adviseren om eens te kijken naar je mailinglijst. Hoeveel mensen staan er nou op? Stel nou dat ik deze activiteiten ga doen: dat ik mijn klanten wat vaker ga mailen met, met een aanbod. Um, wat doet dat met mijn mailinglijst? Ga dat dus bijhouden. Probeer gewoon elke zoveel tijd um, te kijken hoe staat het ermee staat. Check je social media. Wat is nu de status? Hè? Het is altijd goed om een nulmeting te maken, zoals ze dat dan noemen. Dus waar ben je nu? Wat zijn nu je getallen? En dan ga je nu experimenteren de komende periode met sales. En dan ga je mensen benaderen. Ga je gewoon op een leuke manier ga je gewoon contact leggen met mensen waarvan je denkt. Hey, als ik met jou zou werken, dan zou ik super leuk vinden. En dan ga je kijken wat, dat, wat er gebeurt met je social media. En zo kun je zien wat, of je inspanningen ook succes hebben. En het gaat er niet om dat je heel veel mensen op je mailinglijst hebt. Het gaat er ook niet om dat je extreem veel volgers hebt op je social media. Het gaat er vooral om zijn die mensen ook daadwerkelijk geïnteresseerd in wat jij te melden hebt. Uh, zijn het potentieel interessante mensen om uh, mee te connecten. Het gaat niet om 10.000 volgers of 100.000 volgers. Het getal is niet belangrijk, maar het is natuurlijk wel zo dat als je meer mensen bereikt, dat je dan um, meer kans hebt dat er iemand tussen zit die ja zegt op jouw aanbod. Dus het is wel een klein beetje belangrijk, maar je moet het niet al, zeg maar, super, super belangrijk maken en al je focus daarop gooien. Um, want het gaat voor mij uiteindelijk altijd om de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Um, kijk eens naar je acties. Wat heb je al van acties gedaan tot dusver? Heb je mensen gebeld? Hoe vaak heb je ze gebeld? Heb je mensen um, een DM'etje gestuurd? Of heb je ze uh, op een andere manier benaderd? Um, wat heb je allemaal al gedaan? En um, check natuurlijk bij je geld. Uh, geld uh, heb, je, heb je al iets verkocht? Um, is er al geld binnengekomen? Um, hoe, zi hoe zijn de gesprekken die je gevoerd hebt of de Um, DM'tjes die je uh, gehad hebt. Hoe zijn die verlopen? Vond je het lastig, moeilijk om je prijs te noemen? Of viel het wel mee? Um, check dat eventjes om gewoon eens ook erachter te komen van: hé, hey, waar sta ik nu? Hoe moeilijk vind ik het nu op een, op een, uh, uh, ja, op een, uh, een getal van 1 tot 10? En kijk dan bij jezelf: van, nou, hoe, hoe verandert dit? En ik ben wel nieuwsgierig naar. Um, ik weet niet of, of iemand van jullie dat al heeft uitgeprobeerd um, en hoe, hoe je ervaring daarmee is. Dus als ik nu vraag van, goh, um, wat is je, um, ja, hoe lastig vind je het nu om een aanbod te doen van 1 tot 10? En dan is 10 uh, is makkelijk en 1 is moeilijk. Ben ik wel benieuwd. in de chat. Eén dus is... ik vind echt... hangt er vanaf... het een online product is van coaching? Ja, tuurlijk. Ja. Soms hangt het af van het... van het... Van het, uh, van het aanbod. Ja. Dus dan, uh... Maar goed, dan als ik zeg... van, van een... Uh, je duurste pro product... Is het dan moeilijk of makkelijk? Of medium kan ook, hè? Maar in ieder geval, in, in bijna alle gevallen is er nog wel winst te behalen op dit punt. Want als je het echt super goed zou kunnen, dan zou je hier niet zijn. Nog niet makkelijk genoeg. Nee, precies. Maar oefening baart kunst, hè? Dat is echt zo. Dus uh, het wordt vanzelf beter. Um, ja, dus de opdracht is, zet je ervaring op een rij. Wat ging er goed en wat kan er beter? En door dit gewoon helder voor jezelf te krijgen... van wat, wat is er nou eigenlijk um, ook goed aan het gaan, hè? Um, wat vind ik eigenlijk makkelijk aan een salesgesprek... of een salesmail of een sales... Um, um, DM'tje of een nieuwsbrief? Wat vind ik er makkelijk aan? En wat vind ik er... Um, wat vind ik er moeilijk aan? En als, je, als het dan een tijdje geleden is dat je dus inderdaad een gesprek hebt gehad. Nou ja, ga toch gewoon oefenen. Ik had ooit een, uh, een, een vriend en die uh, een partner. En die wilde heel graag een hele hoge functie uh, bij de ABN AMRO. En um, dat vond hij best wel spannend. En dan uh, ging hij dus helemaal specialiseren in uh, um, assessments doen. Want dan had hij er allemaal boeken over gekocht. Van ja, ik moet een assessment doen. Dat was toen in die tijd, we hebben het over 30 jaar geleden. Um, was dat niet zo heel erg standaard. En dan was het best wel een dingetje. Dus dan had hij daar een boek over gekocht. En dan ging hij bij alle banken, ging hij solliciteren. En dan ging hij op sollicitatiegesprek bij. Nou, en allemaal banken waar hij helemaal niet wilde werken, maar hij ging gewoon bij al die banken, ging die oefenen, om dan uiteindelijk bij de ABN Amro Bank heel makkelijk te kunnen praten, omdat hij al om had bij al die andere banken en omdat hij bij die andere banken niet wilde werken, um, kon hij dat met een heel relaxed gevoel doen, omdat het hem niet uit kon, het, het kon hem niet schelen of die die baan kreeg. Dus, um, dus daar zat een soort relaxedheid in, maar daardoor kon hij heel goed al die dingen, die gesprekken oefenen, en dan ging hij dat analyseren van, nou, wat ging er goed, wat kan ik beter, oh daar had ik al, dan krijg ik die vraag, nou en zo heeft hij dat aangepakt en toen uiteindelijk heeft hij dus een hele goede functie bij de ABN AMRO gekregen en het gesprek ging als een malle, want hij had gewoon, hij had het gewoon heel goed, goed geoefend. En dat is als je dus bijvoorbeeld een bepaalde klant in je hoofd hebt, of, of je wil een bepaald bepaalde aanbod verkopen, wat, wat, wat je echt aan het hart gaat en waar je ook best wel wat geld voor wil vragen, ga dan oefenen met wat kleinere dingetjes, zodat je gewoon heel goed wordt in dat hele verhaal, zodat je ook straks. Zonder met je ogen te knipperen, gewoon lekkere bedragen kan vragen en gewoon goede gesprekken kunt voeren. Want dit is een spier die je gewoon moet trainen. En als je hem beter traint, dan word je gewoon fitter hierin. Dus dat is mijn tip voor jou. Uh, met dank aan mijn, uh, mijn voormalige partner. Die uh, altijd heel goed beslaagd en hij ging. Ik was altijd wel impressed. Zo van jeetje. Nou, uh, hè, zo zou ik het nooit aanpakken. Want ik was toen niet zo fanatiek. Uh, en maak voor jezelf dus een plan. Van hoe ga je dat nu verder doen? Wat zijn nou je acties voor de komende week? Voor de komende maand? Voor de komende kwartaal? Of vanaf het moment dat jij... Uh, van plan ben sales te gaan doen. Hè? Uh, van mij hoef jij helemaal niet morgen te beginnen, dan moet je zelf weten. Maar dat is in ieder geval uh, ja, het idee. En, nou ja, uh, wat ik heel belangrijk vind is vier succes. Hoeveel keer ja heb je gekregen? Check dat. Hoeveel keer nee heb je gekregen? Check dat ook. Want het is helemaal niet erg om nee te krijgen. Want nee is ook. Informatie waar je iets mee kunt. Dus als jij een nee krijgt van iemand, vraag even door. Waarom is het nee? Durf gewoon, misschien moet je de eerste keer even slikken dat je denkt: Auw, dat doet zeer dat ik nu een nee krijg. Maar neem het dus niet persoonlijk. Um, maar vraag even door. En dan, als het bijvoorbeeld geld is um, of geen tijd, dat zijn vaak gewoon smoesen. En dan weet je al helemaal dat het niet persoonlijk is. Uh, maar je kunt wel doorvragen van Goh, klopt het bedrag niet voor je? Of uh, nou ja, wat is de echte reden? En dan kan het nog steeds zo zijn dat ze niet voor jou kiezen. Maar dan heb jij wel die informatie, dan weet jij wel, oh, nou, uh, deze persoon. Die, en dat wil nog niet zeggen dat alle andere personen datzelfde vinden. Maar je kan wel leren dit soort gesprekken te voeren. En beter te worden, dus in van nou. Uh, Waar ligt het dan aan? Want op het moment dat je dus ontdekt van... Hey, diegene is eigenlijk mijn ideale klant. Eigenlijk heeft hij geen reden om nee te zeggen. Maar die zegt wel nee. Dan kun je natuurlijk kijken van... Hey, kan ik die bezwaren wegnemen? Maar ik vind bij bezwaren wegnemen moet je heel goed voelen... van is het een, is het een echt bezwaar? Uh, moet ik diegene gaan overhalen? Of moet ik diegene gewoon helpen om een goede keuze te maken? Dat zijn twee verschillende dingen. En dat is een beetje een soort van, van intuïtief dingetje, waar je dan mee aan de slag moet uh, om te voelen van um, klopt die? Klopt mijn intentie, hè, kan, ik, kan ik ook accepteren dat het nee is? Kan ik ook, kan ik ook accepteren dat, dat, dat ik niet het resultaat krijg? Uh, want dan is het resultaat namelijk dat je die informatie hebt gekregen. Dat is ook waardevol. Um, maar ga dus iemand niet over zitten halen. Want als iemand je overgehaald is, ja, dan, dan is hij niet van, van, van binnenuit gemotiveerd. En ja, volgens mij moet je dat niet willen. Dus, uh, maar goed, check dit. Want dan weet je het maar. En vier het, als het gelukt is, vier ook gewoon elk gesprek wat je gehad hebt. Via elke cent die er is binnengekomen. 0,01 cent binnengekomen op je rekening. Hoera, geld komt mijn kant uit. En door te gaan voelen van, hé, hey, oh, er komt eigenlijk meer geld naar mijn kant uit dan ik eigenlijk dacht, ga je ook veel meer, um, ja, hoe ze wilt zeggen, energetisch um, openstaan voor het ontvangen van geld. En dat helpt um, enorm met ook die, die money mindset. Uh, ja, verbeteren of helen of hoe je het wil noemen. Dat hele verhaal over dat er tekort aan geld is uh, los te laten. Want op het moment dat jij gaat focussen op van... hé, hey, er komt geld binnen. Um, hé, hey, ik heb uh, iets terug, teruggekregen. Uh, of ik, uh, hey, ik heb uh, mijn flesjes ingeleverd en nu heb ik statiegeld. Jee, uh, ik heb uh, uh, twee voor de prijs van één gekregen. Het is allemaal geld dat eigenlijk... Uh, ja, naar je toe is gekomen. Um, als je dat me veel meer gaat voelen, dan gaat het ook veel makkelijker worden om geld te mogen ontvangen. En dan wordt sales dus heel veel makkelijker. Um, hoeveel procent van je gewenste maandomzet heb je eigenlijk al omgezet? Um, als het niet zoveel is, weet je wel, don't be too hard on yourself. Vier elk procent die er is binnengekomen. Want door te koesteren wat er al wel is. Gaat ook jouw hele systeem voelen van, oh, wat tof. En ik, ik krijg gewoon een andere energie van. En uh, dat, dat, dat werkt gewoon heel goed. Dus um, omarm het allemaal. En deel het succes met anderen. Door het, bijvoorbeeld ook op social media te delen dat je een heel tof gesprek hebt gehad met iemand. Door. Uh, te delen dat je, dat je een leuke nieuwe klant hebt. Zet je niet alleen die nieuwe klant in het zonnetje, zet je jezelf in het zonnetje. Maak je andere mensen nieuwsgierig van: hé, hey, wat tof, diegene heeft een uh, nieuwe klant, wat leuk. Oh, wat doe je dan eigenlijk precies? Oh, help je diegene daarmee? Oh, wat tof. Oh, dat heb ik eigenlijk ook nodig. Nou, en zo zet je ook dingen aan. En je zorgt er ook meer voor dat die hele positieve energie, zeg maar, lekker gaat stromen. En uh, ja, die wil je. Even kijken, oh, ik zie hier nog even een, een, een uh, ding in de chat. Uh, Kathleen zegt, uh, het is te lang geleden dat ik uh, echt salesgesprekken heb gehad. Ik heb de laatste tijd een aantal webinars gevolgd en geluisterd hoe ze het opbouwen en hoe ze dan de sales doen. Welke woorden, technieken ze gebruiken. Ja, dus minder de, in de inhoud zelf, wel de techniek. Ja, nou dat is dus heel slim, want daardoor leer je ook van, hey, oh, hoe pakken mensen dat nou aan? En uiteindelijk is het allemaal... Um, er zijn allerlei regels voor hoe het hoort, hè? hoe je hoort te verkopen, wat je dan moet zeggen, hoe je dan de bezwaren weg kan halen en uh, waar je de nadruk op moet leggen. Bijvoorbeeld ook de uh, ja, uh, um, Robert Cialdini-methode, dat je dus uh, urgentie meeneemt. Hè? Dus Je kan het alleen maar nu, nu kiezen, want als je binnen nu en 24 uur beslist, dan krijg je zelf... Of dan krijg je een bonus, of dan krijg je dit of dat. Dat zijn allemaal dingen die zorgen dat uh, mensen veel eerder het gevoel hebben: van, oh, oh, ik moet het wel nu kopen. Want als die urgentie er niet op zit, dan um, denken mensen: oh ja, ik kan morgen ook, of over zes weken. En de kans dat mensen dan een besluit nemen ergens op is gewoon minder groot. Want als jij niet nu hoeft te beslissen, dan denk je: nou, dan beslis ik later wel. En de kans dat je het dan vergeet, is best wel groot. En daarom werkt het. Ook het feit dat je nog maar één plek hebt. in plaats van dat je eigenlijk nog tien plekken hebt. werkt ook. omdat mensen toch. het gevoel hebben van. Hmm, als ze we er wel echt al interesse in hebben. en ze willen er eigenlijk wel bij zijn. dan zijn ze toch, krijgen ze toch. een beetje fear of missing out. Denken ze van. oh, straks, straks. ik wil het eigenlijk wel. maar straks kan het niet meer. want dan ben ik te laat. Ja. het uh, is gewoon een hele. hele goede strategie. die gewoon werkt. En. Je kan denken van ja, daar ben ik niet gevoelig voor, maar als je iets echt wil hebben, ben je er wel gevoelig voor. Dus je bent er alleen niet gevoelig voor als je het niet wil. En soms kan je denken van ja, maar ga het negeren. Uh, ik, ik doe daar niet aan mee aan dat spelletje. Maar als je het echt wil, dan doe je er wel aan mee. Dat is het hele grappige. En uh, sommige mensen zeggen van ja, dan doe ik... Ja, maar als ze het zo gaan spelen, dan speel ik niet mee. Ja dan wil je het niet graag nog. <laughs> Want als het echt een buitenkantje is, is het een buitenkantje. En, uh, en buitenkantjes, die gaat bijna niemand laten schieten. Je moet wel soort, nou ja, dan denk ik altijd van, nou dan, nou, dan is het dus niet belangrijk voor je. En dat is ook oké, okay, hè. <laughs> maar uh, ja, nou, het, is, het zijn allemaal strategieën die, die uh, bijna iedere verkoper gebruikt. Um, op een bepaalde manier en uh, nou ja goed daar kan je natuurlijk je voordeel mee doen en um, ja met alles wat ik hier vertel um, vind ik één ding heel belangrijk en dat is dat je heel goed bij jezelf bedenkt van wat vind ik fijn hoe word ik graag benaderd en dan ga je die ander ook zo benaderen en als jij echt een schurft hek aan hebt als iemand jou onder druk zet um, Experimenteer er dan wel bij mee. Misschien bij, om te kijken van wat, wat kan ik daarin uh, buiten mijn comfortzone treden, of mijn comfortzone oprekken. Maar ga niet een totaal iemand anders spelen om dit dan maar te doen. Want als het niet bij je past, dan past het niet bij je. En je kan er wel in trainen, je kan er wel beter in worden. Maar um, ja, als, als jij, zeg maar. Um, het gevoel hebt dat je iemand. Uh, dat je poeserig verkoopt. of dat je uh, mensen uh, dwingt om iets te kopen. dat voelen mensen. Als jij zelf daar dat verhaal over hebt. dat voelen mensen en dan gaan ze het dus zeker niet kopen. Dus ik geloof heel erg dat je uit moet gaan van je eigen kracht. Dat je uit mag gaan van. dat jij iets gaafs te geven hebt aan de wereld. En dat dat. Uh, en dat je, daar, dat je dat gewoon mag uitdelen en dat mensen dat dan ook heel, heel makkelijk ja daarop zullen zeggen. De opdracht bij deze, deze, het vieren is dat je echt gaat bijhouden... van nou, hoeveel geld komt er dan binnen. Koester dat geld, ben er blij mee, vier het. Um, geef jezelf lekker heel veel schouderklopjes... voor elke poging die je doet. Um, houd bij met welke acties je geld binnenkrijgt. Dus ga ook heel goed kijken naar... Wat werkt er wel en wat werkt er niet voor mij? En um, wees blij met elke actie. Ik ben, ben gewoon trots op jezelf dat je überhaupt al bij deze, bij, bij deze masterclass aanwezig bent. Kudo's voor je, want het is donderdagavond. Je kan ook iets anders gaan doen. Um, super tof, super tof als je dit in de replay kijkt. Um, het feit dat je hier aandacht aan besteedt, waar je aandacht aan besteedt, dat groeit. Dus um, je hele feeling. Met, uh, met geld verdienen, met sales doen, met jouw goud aan de wereld geven. Dat gaat hiermee vergroten. En volg lekker veel, veel webinars als je daar zin in hebt van anderen, die ook toffe tips geven over hoe je dit aan kan pakken. En zorg gewoon dat je hier gewoon heel, heel veel uh, in oefent en gewoon lekker goed in wordt. En uh, uh, als het gaat over je goud verkopen. Denk na over je marketing en salesplan. Ga je resultaten dus meten. Kijk naar je omzet. Bepaal of je prijs goed is. Dus ga daar gewoon ook mee experimenteren. Het is helemaal niet zo dat als je een aanbod eenmaal een bepaalde prijs hebt gemaakt, dat je hem nooit meer een andere prijs mag maken. Het is jouw business. Dus jij bepaalt wanneer jij je prijs aanpast. Als jij de ene week uh, iets voor 80 euro aanbiedt en de volgende week voor 47 euro, dat is helemaal jouw. En als jij in één keer bepaalt dat het 4.047 euro moet zijn. It's all good. Uh, het is jouw toko, dus jij bepaalt. En jij mag gewoon uh, lekker doen waar jij zin in hebt. En um, of een prijs goed is, dat, dat, dat is ook een, een soort gevoelskwestie. Um, soms helpt het om bij jezelf na te gaan van hoeveel geld heb ik voor iets over. Um, durf daarbij jezelf ook een beetje uh, nou, je comfortzone een beetje te stretchen. Ik geloof niet zo heel erg in uit je comfortzone treden, ik, want het geeft veel te stress. Ik geloof dat je comfortzone oprekt en dat je comfortzone dan groter wordt. Dus dat is een beetje hoe ik daarnaar kijk. Um, en dus als het gaat over je prijs bepalen, ga ik ook kijken of je dat een beetje kan stretchen. En als, als jij een beetje een beetje, klein beetje buikpijn krijgt op het moment dat je het dus moet gaan zeggen tegen iemand, dan zit je misschien wel goed. Want dan betekent dat je toch ook jezelf. Ja, jezelf uh, wat meer gunt... en dat je ook gaat... en dan moet, moet je oefenen soms... omdat je misschien gewend bent... om te denken van ja, uh, dat mag niet... of dat durf ik niet. En um, soms kan het helpen om gewoon echt rigoureus te zijn... en je prijs gewoon echt te verdubbelen... of te vierdubbelen. En grappig genoeg... Um, ik heb dat zelf uitgeprobeerd... is bij mij soms producten... Die, waarvan ik denk van nou, zou ik me niet te duur maken... als die dan in prijs voor drie dubbel... dan worden ze in één keer wel verkocht... Want prijs zegt ook iets over kwaliteit, denken mensen. Is niet waar, maar uh, ja, wordt wel gedacht. Dus daar kan je ook op inspelen, natuurlijk. En um, hierbij gaat het ook om wat gun jij jezelf? Wat gun jij jezelf om te ontvangen? Hè? Uh, je hoeft niet alles voor een appel en een ei te verkopen. Als jij er zelf al je liefde en, en energie in gestoken hebt, dan hoef je het niet voor. voor voor een uh, te grappel te gooien. En wat je ook nog mee moet incalculeren als het gaat over prijs, is dat jij ook een bepaalde hoeveelheid tijd erin gestoken hebt om die ervaring op te doen die je hebt opgedaan om dit te kunnen uh, aanbieden. Hè? Dus het is niet alleen maar. Uh, wat je er nu aan tijd in hebt. maar dus ook alles wat daaraan voorafgegaan is: jouw hele je studie, je voorgeschiedenis, je levenservaring. Um, dat bepaalde jouw goud. En dus je, de, de, de waarde van jouw goud, die is vaak veel groter dan alleen maar dat ene product. Omdat jij, jij er als persoon. Uh, ook bij zit en je neemt jezelf daar ook in mee en alles wat jij hebt ervaren en alle wijsheid die jij in pacht hebt, waarvan je zelf nog vaak niet eens weet hoeveel het is. Um, dat is ook mijn ervaring als ik bijvoorbeeld één op één coaching sessies doe. Ja, ik heb een bepaalde hoeveelheid kennis, denk ik dan altijd. Maar dan. Hoor ik mezelf af en toe praten, dan denk ik, zo, dat is een goed advies. Dat wist ik niet eens dat ik dat in, mijn hu in huis had, die kennis. Die blijkt dan toch ergens vandaan te komen. En ja, dat kan ik niet incalculeren, maar dat is wel van waarde. En uh, um, ja, weet je, dat moet je eigenlijk ook allemaal rekening mee houden. Nou, dus dat is wel leuk als je gaat prijs bepalen, dat je, dat je hier ook eens mee gaat stoeien. Gewoon eens kijken van wat gebeurt er als ik er dit prijskaartje op zet. Um, uiteindelijk is het aan jou. En, uh, en het is aan de klant om te bepalen of, dat ze dat, of ze hem dan voelen of niet. Pas het aan als het niet bevalt. Um, it's, your, uh, it's your game. Uh, maak een plan daarvoor. Ga gewoon voor jezelf op papier zetten van, nou, dit ga ik het eerste kwartaal verkopen. Dit ga ik het tweede kwartaal verkopen. Dit ga ik het derde kwartaal verkopen. En dit ga ik het vierde kwartaal verkopen. Stick to the plan. En als de plan het eerste kwartaal niet lekker heeft gewerkt. Ga dan een tweede kwartaal kijken van... hoe kan ik het beter maken? Of hoe ga ik het anders doen? En ga dat gewoon een tijdje zo uitproberen. Zodat je ook daadwerkelijk erachter komt... past het bij mij? Werkt het voor mij? En je kan niet weten of iets voor je werkt... als je het maar één keer gedaan hebt. Dat kan gewoon niet. Dus je zal het toch vaker moeten doen. En dus is het goed om even hierin... Uh, ja, wat consistentie uh, te gaan proberen te krijgen. En... Um, Leg je focus dus op dat ene aanbod per, in je marketing en je sales, waardoor het makkelijker wordt voor je klant om te snappen waarvoor ze bij jou moeten komen. Um, denk daarbij ook aan van nou, wat voor stijl ga ik gebruiken. Hoe ga ik, wat, hoe ga ik dat dan doen? Hoe, hoe ga ik dat op social media bijvoorbeeld? Um, met een bepaalde kleur of een bepaalde lettertype, waardoor het herkenbaar wordt, waardoor het ook makkelijker wordt voor die klant om te zien: oh, het gaat hier over. En meet dus die resultaten, waardoor je ook. Echt meer kennis krijgt daarover. Um, zorg dat je zichtbaar bent op social media. Um, de strategieën daarvoor zijn natuurlijk ook nogal verschillend. Um, elke dag zichtbaar zijn op social media werkt echt. Uh, maar je moet wel met enthousiasme en energie op social media zichtbaar zijn. Als je het doet omdat het moet, dat is ook een foute vibe die niet per se werkt. Dus ja, ik denk dan altijd kom liever een paar keer super enthousiast dan um, elke dag uh, met een soort van standaard bericht waar niemand uh, wakker van ligt. Um, of combineer het een beetje, waardoor je toch een soort consistent bent. Um, schrijf een nieuwsbrief ook vanuit die energie, vanuit het goud wat je te bieden hebt, vanuit jouw eigen uh, ja, verliefdheid op je eigen product, op je eigen aanbod. Um, schrijf je gewoon een liefdesbrief daarover. En dan zul je ook zien dat je klanten ook denken: Oh my god, dit is vet, ik wil het hebben. Um, gebruik andermans podium. Het is ook een hele goede manier om toch zichtbaar te zijn. zonder dat je daar super veel moeite voor moet doen. Het is juist heel erg leuk om samen te werken met anderen. Door bijvoorbeeld mee te doen aan um, een podcast van iemand. Door bijvoorbeeld. Um, aan iemand zijn summit mee te doen. En je kan ook gewoon een mailtje sturen. als je iemand ziet die regelmatig summits organiseert. Bied jezelf aan, zeg: Hey, ik kan over dit onderwerp iets tofs vertellen. Zou je het leuk vinden als ik meedoe? En ga eens kijken of dat dat voor je is. Ik heb vorig jaar twee summits gedaan. Vond ik super leuk om te doen. Uh, podcast vind ik ook altijd geweldig. Ik vind het heel leuk om zelf mijn eigen podcast te doen. Maar ik vind het ook heel leuk als ik gewoon lekker bij iemand anders te gast ben. Dan hoef hoeft lekker niet te editen. Het scheelt hartstikke veel tijd. Dus, um, ja, het zijn hele goede manieren om toch ook een beetje wel met je aanbod in de kijker te komen. En wie weet, doe je wel toffe sales? Um, meedoen aan lokale evenementen, workshops, beurzen. Dat kan bijvoorbeeld als je een concreet product hebt, maar je kan natuurlijk ook uh, een workshop geven ergens. Um, netwerkbijeenkomsten zijn goede plekken om um, sales te doen. In ieder geval te connecten met mensen die. Potentieel klant bij je zou kunnen worden. Um, organiseer zelf een event. Dat is ook een hele goede manier om uh, sales te doen. Vaak doe je dan bijvoorbeeld een evenement wat niet heel hoog geprijsd is. En dan in het evenement verkoop je bijvoorbeeld je duurdere um, aanbod. Schrijf dus bijvoorbeeld een uh, challenge van een paar dagen... waar mensen aan deel kunnen nemen live... Op locatie ga je uh, een seminar organiseren en dan vervolgens zeg je van in het seminar van hé, hey, je kan ook één op één met mij gaan werken of ik heb een groepsprogramma waar je in mee kan doen. En zo ga je dan uh, zeg maar de sales doen. Mensen kunnen hier goed met jou in contact komen, ze kunnen jou goed leren kennen en vervolgens kunnen ze ook heel, heel goed een beslissing nemen of ze ook daadwerkelijk met je uh, langere termijn uh, voor een hogere prijs in zee met je willen gaan. Dus dat zijn maar een paar strategieën die je kunt toepassen. Um, ja, en de opdracht die hierbij hoort is: maak zo'n plan voor jezelf van hoe je dat dan wil gaan aanpakken per kwartaal. En uh, hou het daarbij simpel. Ga niet twintig dingen in één kwartaal verkopen, want dan word je gewoon zelf helemaal gek van. Dan weet je helemaal niet meer wat je nou op zo'n media moet gaan zetten. Focus gewoon eventjes op datgene waar je nu het meest verliefd op bent. En ga dan. Telkens een beetje meer erbij doen. En dan wordt het ook voor je klant overzichtelijk: van oké, okay, nou, dit is het aanbod. Dus dat is uh, ja, eigenlijk wat ik met je te denken.